Jeroen Rijsdijk, morgen wacht in Kerkrade het restant van de wedstrijd tegen Rode JC van afgelopen maandag. Ja, rare gewaarwording. Wat voor restant verwacht jij? Ja, dat is zeker een rare gewaarwording. Om voor 23 minuten en blessuretijd naar Kerkrade te gaan om de wedstrijd af te maken. Ik denk dat dat niet zo heel erg vaak gebeurt. Dus in ieder geval niet in mijn voetbalcarrière. Maar ja, we zullen die wedstrijd met een plan af gaan maken. Het staat 0-0. Ja, wij hebben wel een idee wat we willen doen. Dus alleen die ga ik nog niet verklappen. Ja, wat is dat plan? Is dan mijn vraag natuurlijk. Ja, kijk, uiteindelijk sta je 0-0 met nog 25 minuten te gaan. Dus we willen in principe starten met dezelfde als waar we mee geëindigd zijn. Dezelfde 11 spelers. Het plan zelf houdt in dat we een plan hebben in verdedigen en in aanvallen. En die zullen we op de mat proberen neer te leggen tegen Roda. Ja, één ding is zeker. Je kan geen beroep doen op Balker en op Mees Kaandorp, want die had je net gewisseld. Ja. Eens. En datzelfde geldt voor Roda. Die hebben ook één wissel toegepast. Dus die zullen met Ali Messaoud gaan spelen. Die erop gekomen is voor Vente. Dus die spelers die gewisseld zijn, die mogen niet starten. Dus dat is logisch. Je mag alleen gebruik maken van spelers die ook maandag op het wedstrijdformulier stonden. Dat betekent dat ook Thibaut Lescois afvalt. Terwijl hij misschien wel had kunnen spelen. Ja, terug van corona. Eens. Ja, die stond niet op het wedstrijdformulier omdat hij de laatste keer inderdaad positief getest was. En nu mag hij dus niet erbij zitten. En datzelfde geldt voor Sørensen. Datzelfde geldt voor Guillermo Gauna. Dus die mogen sowieso niet op het wedstrijdformulier komen. Dus we moeten het doen inderdaad met de spelers die erop stonden. Min Mees Kaandorp en Radinho Balker. Thomas Verheid. Verliet wel voortijdig de training vandaag. Waarom was dat? Ja, dat was een beetje uit voorzorg. We wisten dat hij... Dit komt nog door de wedstrijden die je gespeeld hebt. En Thomas is natuurlijk niet de meest lichtvoetige. Dus die heeft altijd ietsje langer herstel nodig vanuit de wedstrijden. Hij heeft er natuurlijk in korte tijd bijna 2 gespeeld. Dus hij is ook door de fysiotherapeut nog behandeld. Dus ik denk dat hij daar een klein beetje stijvigheid last van heeft nog. Maar dat is voor morgen in principe geen probleem. Ja, afgelopen maandag zagen we 2 heel voorzichtig opererende ploegen. Het leek wel een beetje degradatievoetbal. Het leek wel een beetje dat de angst voor te verliezen heel groot was voor beide ploegen. Verwacht je nu een heel andere instelling bij beide ploegen die er vol op knallen, beide vol voor de winst gaan? Nou, ik denk dat beide ploegen in die eerste helft inderdaad aan het aftasten waren. En tegelijkertijd denk ik ook in deze fase van het seizoen. Met ook een wedstrijd weer in de benen. En midweeks dan eigenlijk weer een wedstrijd. Dat is voor alle spelers is dat best wel pittig. Hè? Nu speel je 23 minuten. Dus normaal zou je zeggen... Geen aftasten meer. Nou, je gaat je krachten niet verdelen, zeg maar. In 23 minuten. Dus ik verwacht 2 ploegen die er wel vol op vliegen. Dus dat zullen we af moeten wachten morgen. Ja, tenzij jullie denken beide puntjes ook mooi. Ja, kijk, je kan niet gaan rekenen in deze fase van het seizoen. Ik denk dat allebei de ploegen gewoon graag willen winnen. En uiteindelijk, je kan zeggen, misschien is een punt wel ergens aan het einde van het seizoen wel belangrijk. Dus je wil uiteindelijk ook die wedstrijd niet verliezen. Dus dat is ook helder.